Nu zeggen voetballers altijd, we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Maar als je toch verder vooruit kijkt met het schema wat eraan zit te komen, dan zorgt er wel voor dat NAC uit eigenlijk een wedstrijd is die je niet mag verliezen, hè? Ja, het is niet per se NAC. Het is gewoon elke wedstrijd ga je in om te winnen en het liefst niet om te verliezen. Dat is één ding dat vaststaat. En NAC is natuurlijk een moeilijke tegenstander, vooral uit. Dus is al gebleken de laatste jaren. Dus het is nu aan ons zaak om die band te breken. Ja, zijn er ook opgebrand na, we kunnen het hele rijtje met uitwedstrijden weer opsommen tegen, met alle respect, de kleintjes, om daar ook een keer mee af te rekenen dit seizoen? Nee, het is zelfs wat ik net zeg. Het is of uit of thuis. We gaan elke wedstrijd in om te winnen. En het is natuurlijk, ja, als je kijkt naar de statistieken, hebben we uit negatievere cijfers dan thuis. Dat is één ding. Maar zoals ik al zeg, we gaan de wedstrijd in om te winnen en daar gaan we alles aan doen. Ja, hoe was de nabeschouwing op NEC? Dat was denk ik een stuk prettiger dan NEC uit ook. Nee, ja, dat is zo. Natuurlijk, als je kijkt naar het resultaat vooral. Maar ook op voetballend gebied waren er nog genoeg dingen die verbeterd konden worden. Vooral als je kijkt naar het begin van de wedstrijd. En daar blijven we natuurlijk met z'n allen kritisch op. En dat krijgen we ook te horen. En het is naar onze zaak dan om dat te verwerken en dat te laten zien in de volgende wedstrijd. Ja, wat was daar in de nabespreking de verklaring van zeg maar het eerste kwartier tegen NEC? Nou ja, natuurlijk. Je hebt een paar wijzigingen in de ploeg. En het was natuurlijk aanvoelen hoe de wedstrijd. We begonnen gewoon te nonchalant. Dat heeft iedereen wel kunnen zien. Knullig balverlies. En zo kom je ook gauw op achterstand. En uiteindelijk weet je goed terug te vechten in de wedstrijd. En dat is ook weer een complimentje waard. Ja, wij komen er elke week achter dat jij met her en der spelers in de selectie wat weddenschap hebt staan. Met Lex Immers weten we inmiddels. Met Ruben Schaken. Met wie heb je nog meer openstaande rekeningen wat betreft doelpunten, assisten, noem maar op? Nee, ja, verder niet. Ik heb gewoon aan het begin van het seizoen doelen voor mezelf opgesteld. En dat heb ik toen besproken met Marijn Ewijk, de fysio. En die hebben we nu bijgesteld en daar gaan we weer voor. Ja, je loopt wel, wat dat betreft, wat dat soort onderlinge concurrentiestrijdjes betreft, loop je wel goed op schema. Maar alleen Lexi staat nog voor, dat is het enige. Ruben sta ik wel voor. Nee, Lexi moet ik nog inhalen en dan komt het goed. Ja. Heb je daar vertrouwen in? Ja, waarom niet? Waarom niet? Hey, wat ook heel interessant is, er wordt heel veel over gespeculeerd. Heel veel dingen is ook een beetje natte vingerwerk. Maar een nieuwe trainer bij Feyenoord. In hoeverre wordt de spelersgroep daarin door Martin van Geel betrokken voor enige adviserende stem? Ja, het is nog best wel ver weg, daar niet van. Je hoort hier en daar, net wat je net zegt, sommige mannen worden benaderd natuurlijk. En het is natuurlijk afwachten wie er nou voor de groep komt te staan. En, maar het blijft hetzelfde voor ons. We zijn spelers van Feyenoord. En we moeten het doen met de middelen die we hebben. En daar wordt een andere trainer dan op dat moment bij. Omdat de trainer Koeman ervoor kiest om ergens anders zelf te zoeken. En daar heeft iedereen respect voor. Ik respecteer het ook heel erg. Hij heeft natuurlijk daar zijn redenen voor. Dus nu komt er een nieuwe leider voor de groep te staan. En daar moeten wij dan mee werken. Ja, maar hoe werkt dat dan? Gaat Van Geel dan ook met spelers individueel zitten? Of gaat hij een keer de kleedkamer in? Of loopt het echt alleen via de captain, via Pelle, is dat dan de spreekbaar? Hoe werkt zoiets bij een voetbalclub? Nou, ik kom net kijken in de voetbalwereld, dus mij kun je dat soort dingen niet vragen. Het is voor mij weer een nieuwe situatie waarin ik terechtkom. Toen ik hier bij de club kwam, was Koeman aan het roer en nu ben ik nog steeds aan het roer. Dus ik heb nog geen wissel meegemaakt. Dus het is voor mij weer een nieuwe situatie, als ik al zeg. En aan mijn zaak om daar goed uit te komen. Ja, je hebt deze week ook een filmpremière meegemaakt over deze mooie club. Hoe was dat? Kun je er nog iets over vertellen? Ja, tuurlijk. Het is toch wel iets dat je toch wel raakt. Het is een andere soort beleving die je dan meemaakt. Je denkt altijd wel te weten wat in de hoofden van de supporters rondgaat. Maar ik denk dat je nu, omdat je soort spreken en door beeldkwaliteit dat heel goed naar voren is gebracht. Dat je toch wel een beter beeld daar creëert. En dat kan ons extra boost geven in de komende wedstrijden, hoop ik. Ja, nu ben jij een kind van deze club, dus die beelden spreken voor jou. Kan je je ook voorstellen dat als je niet bij deze club vandaan komt, dat zo'n filmpje kan werken? Stel, jij krijgt dit te zien van een Spaanse club, dat je over de streep kan trekken? Of werkt dat toch niet zo voor voetballers? Nee, ja, uiteindelijk, dat gevoel bij mij is natuurlijk al van jongs af aan. Ik zo bij de club en dan zie je dat natuurlijk ook als je zelf naar de Kuip komt. Er zitten genoeg jongens hier die van andere clubs komen of pas hier nieuw bij de club zijn. En natuurlijk zien zij ook tijdens wedstrijden wel dat de supporters 100% achter ons staan. Maar dat, op deze manier kunnen zij dat ervaren, denk ik. Maar iedereen heeft zo zijn eigen ervaring daarbij. En ik denk niet dat ik dan voor anderen kan spreken hoe zij daarbij voelen uiteindelijk.